aan de rechterkant Noord-Nederland heeft links in uw beeld staand. Deze man, Hans Olft. Hij was er vorige keer ook al bij. Atte Bauma, de coach, hij is terug. Nee, ja, weg geweest. Jack Sumeru. Dan een nieuwe jongen, John de Hoop. Hij speelt in Emmen. De verzorger, Jacob Janssens. En keeper Sieswever, die we nog kennen van Ajax, MVV, Hogeveen en ook nu Emmen. We gaan verder langs dat rijtje. Jan Smit, bekend van de Eagles, maar nu van Hogeveen. We gaan er langs. Deze man is Boudy van der Heijden. Speelde voor Cambuur, maar nu voor het Terschellingse TVV. Dan Jan Schipper, bekend vooral van FC Groningen. En dan hebben we er nog een zitten, Henny Wering, een oud-gediende. Die al vele jaren minivoetbal achter de rug heeft. Dat is het team van Noord-Nederland. Dan zijn we inmiddels terechtgekomen bij Rotterdam Ahoy. Tussen haakjes de houder van de minivoetbaltrofee. Links in beeld, Jan Bruijs. Dan keeper Aad van der Laan. Hij vervangt Pieter Schaafland, Eddie Pinschaat, Hans Venneker, Arie Riedijk, verzorger Hans de Koning. En tenslotte op dit rijtje Pietje de Vries. Hij zwaait vriendelijk. We gaan omlaag. We zien Bob Jansen, de coach, Arie van der Sluis. Dan Reinier Krijermaat, zeer bekend natuurlijk. Frans Bouwman. Dit is Reinier Krijermaat nog eens een keer. Frans Bouwman, bekend minivoetballer. En dan hebben we ze allemaal gehad. 8 spelers aan beide zijden. Dit is het totale plaatje van Rotterdam. Ik vertel u al, ze zijn houder van de minivoetbaltrofee. Hebben die minivoetbaltrofee, terwijl u kijkt naar scheidsrechter Theo Boosten, links en rechts Kees de Bruin. Zij hebben in een wedstrijd tegen Oost-Nederland het vorig seizoen zeer succesvol afgesloten en die mini-trofee gewonnen. Wel, als de show en marching band Kunst en Genoeg uit Leiden klaar is met hun show. Marching hebben ze nog niet gezien, maar dat moeten ze wel straks gaan doen. Want die 7000 toeschouwers, een record voor de eerste avond tussen haakjes, die willen langzamerhand mini-voetbal gaan zien. Teams zijn zich aan het inspelen, u ziet dat. Beelden van Rotterdam Ahoy, die bezig zijn om Aad van der Laan, voortreffelijke minivoetballer, minivoetbalkeeper, die zijn ze aan het inschieten. Dan zijn we zover, we gaan minivoetballen, de vliegende start hebben we achter de rug. Arie van der Sluis voor Rotterdam, in het groene shirt heeft de bal. Dit is Jan Bruijs. Zeer balvaardig en meteen al dicht bij een goal. Uitstekende solo van deze Jan Bruijs. In de rol Noord-Nederland, dat al meteen beduust is van deze ontwapenende ouverture van Rotterdam Ahoy. Maar ja, die hebben dan ook de mini-voetbaltrofee. Het waren de beste van het vorige seizoen. Jack Sumeru. Goed werk van Jan Bruijs, maar hij pleegt lichamelijk contact, krijgt de bal tegen. Hans Olft. Henny Wering. Jan Schipper, nummer 5. Een wat wilde poging. Over zo'n afstand kan je een keeper van het formaat van Aad van der Laan, die bekend is als zaterdag international, natuurlijk niet in gevaar brengen. Hij gooit overigens wel verkeerd uit, had moeten inrollen. Vrije trap voor Noord-Nederland. En die Wering, goed gedaan, Hans Venneker. Zal nu moeten pasen naar links. Doet hij ook, Arie van der Sluis, geen goal. Weggehaald door Jan Schipper. Jan Bruijs. Niet altijd goed kan vinden met Arie van der Sluis. Nu niet. De bal terug. Pieter Vries. Slechte paas. En die Wering nummer 8 heeft die bal. We hebben nog geen opbouw kunnen bekijken van Noord-Nederland. Door de pressie van Rotterdam zijn ze daar nog niet aan toegekomen. Misschien nu, Henny Wering. Ja, is niet slecht gedaan. Een goal! Uitstekend gedaan. Kapbeweging met het rechterbeen. En dan met het linkerbeen die knal. Henny Wering scoort zeer fraai. 1-0 in het voordeel van Noord-Nederland. En dat wordt uiteraard een inrol voor Rotterdam Ahoy. Dat zeer verrassend achterstaat. Arie van der Sluis. Bruijs. Venneker. Geen ruimte nu voor Rotterdam. En zeker niet via deze paas. Hij is te lang. Het spel gaat door. Jan Schipper. Goed werk, Jan Schipper. Gaat op zijn huid gezet door Hans Venneker. Die bal voortreffelijk afneemt. Hans Venneker iets zwaarder geworden. Sumeru. Die makkelijk scoort, hebben we het vorig seizoen gezien. Schipper.
En dat is uiteraard een hensbal van Aad van der Laan. Hij is buiten zijn doel strafschopgebied. Achter zijn doellijn en maakt hens. En dat wordt een vrije trap lijkt mij. Een normale vrije trap. Hans Ooft komt niet door de muur heen. Het is de eerste corner voor Noord-Nederland. Ik zeg het nog maar eens een keer aan het begin van het seizoen. De vierde wordt omgezet in een penalty. Sumeru achter de bal. Ja, goed ingekomen van Ooft. Goed genomen op die corner. En slecht opgelet van Rotterdam Ahoy. Dat me niet meevalt. We hebben gespeeld 3 minuten en 5 seconden. Stand 1-0 voor Noord-Nederland. Jan Bruijs aan de bal. Ja, goed gedaan. En dit moet had een goal moeten zijn, natuurlijk. Zeer fraaie 1-2 met Arie van der Sluis. Ingeleid door uiterst merkwaardige schijnbewegingen. Sumeru. Op de wielerbaan. Deze Sumeru. Dat wil zeggen de bal die hij schoot. Jan Bruijs veel aan de bal. Nu laatste man. Arie Riedijk in het veld gekomen. Sumeru weer. Schipper. Ooft. Mogelijkheden misschien. Nee, dat kan natuurlijk niet. Henny Wering. Ik was aan het vertellen dat Arie Riedijk nu aan de bal. Dat hij een voortreffelijke wedstrijd heeft gespeeld. Hij heeft er maar één meegedaan in het vorige seizoen. Invallen toen voor Ronnie Steens. Die hij trouwens nu permanent zal vervangen. Deze Riedijk stal de show in de finale tegen Oost-Nederland. We zijn benieuwd wat hij nu gaat presteren. Het is een wat rommelig begin. Aan beide zijden toch eigenlijk wel. Van der Sluis. In de rug gespeeld. Lichamelijk contact verboden bij deze sport. Of bij dit spel moet ik eigenlijk zeggen. Riedijk. Dit was hem. Nummer 9. Bruijs, die zeer actief is en veel aan de bal is, neemt deze bal van Jan Schipper af. Hij heeft hem al weer terug. Riedijk, Bruijs weer, Venneker. Venneker. Slecht, de breedte gepaasd, altijd riskant. Jan Schipper, mogelijkheden misschien van Jan Schipper. Nee, uitstekend daar gedaan, gered door Aad van der Laan. Voortreffelijke redding. Hij is erg sterk uit de goal, speelt goed mee en toont dat aan. Riedijk weer. Matige paas. Er wordt geappelleerd voor Hens en dat wordt gehonoreerd, dat appel. Bruijs. Goede poging van Frans Bouwman, ook al een veteraan. Hij heeft eerder gespeeld in het begin van het minivoetbal bij de militairen, nu dan bij Rotterdam. Speelt voor Hermes DVS. Jan Bruijs. Arie Riedijk. Goed schot en een voortreffelijke redding van Cies Wever. Ja, Frans Bouwman. Ja, hij speelt hem uit en hij scoort! Oh, wat fraai is dit. Deze Frans Bouwman die in 1 tegen 1 situaties onnavolgbaar kan spelen. Hij scoort door al die kapbeweringen. 1-1 brengt Rotterdam naast Noord-Nederland. Schitterende goal. Wering. Sumeru. Schipper. Sumeru heeft ruimte. Ja, mogelijkheden daar voor Boudy van der Heijden, de nummer 2 was dat. Speelde voor Terschelling. Speelt voor Terschelling moet ik zeggen. Vroeger Cambuur. Slecht gepaasd van Renier Krijermaat. Hans Venneker die lost het op. Frans Bouwman aangespeeld. Zeer ambitieus. Riedijk, zijn gabbertje. Een aardig paasje. Wil door de benen spelen. Frans Bouwman. Nee. Wishful thinking. Maar ja, dat is het typische met creatieve voetballers. Ze kunnen de mooiste dingen bedenken, maar soms ook ontzettend falen in de uitvoering. Maar als het lukt, is het ook heel erg mooi. Krijermaat. Riedijk. Ah, weer zo'n geweldige knal van Arie Riedijk. En een voortreffelijke redding van Cies Wever, die ontzettend veel pijn heeft van... Wat ik ook vertelde, die slijmbeursontsteking onder zijn knie. Venneker. Krijermaat. Nee. Hij houdt hem wel. En dan wordt het Hens, zegt Theo Boos, de scheidsrechter. Ik denk dat het niet opzettelijk was, maar hij kreeg hem wel tegen zijn hand. Ontegenzeggelijk. Schipper. Van der Heijden.
Wehrink speelt Jan Smit aan. Ik zei het al, bekend van de Eagles, nu van Hogeveen. Weer een goede redding en een goed schot ook. Aad van der Laan was de redder en het schot was van Hedy Wehrink. Arie Riedijk, altijd getrukt. Zeer fraaie stijl van voetballen. Weer zo'n knal. Ja, dat is wat de mensen willen zien. Hij heeft trouwens goed door dat hij... Jan Smit nu weg. Ik moet mezelf onderbreken. Goede redding weer van der Laan. Het spel gaat door nog steeds. Hij kan ook door de gaten achterin. En nu kan dan het spel in rustige banen worden gebracht. Arie Riedijk heeft de bal. Oh, wat slecht. En die Wehrink weer. En nu dan misschien van der Heijden. En volgens mij weer een voortreffelijke redding van deze Aad van der Laan. Die schitterend uit zijn goal komt. Een corner weggeeft. Het is de tweede, dacht ik, voor Noord-Nederland. Zo kan hij er nooit in natuurlijk. Wehrink. Smit. John de Hoop. En weer een redding. Een moeizame redding. En nu dan. Ja, ja, ja. Jan Smit scoort. Omdat eigenlijk aan Van der Laan die bal niet onder controle kan krijgen. Smit scoort 2-1 in het voordeel van Noord-Nederland. Aardige wedstrijd. Maar dat wat onrustige begin. Nu misschien mogelijkheden voor Piet de Vries. Paast op Frans Bouwman. John de Hoop. Uitstekend gewerkt. Jan Smit. Frans Bouwman goed. Arie Riedijk misschien. Kan versnellen. En hij scoort niet. Ach, ach, wat is dat jammer van deze geweldige knal. Via de paal naast de goal. Hoog tempo. John de Hoop. Frans Bouwman. Oh, schitterend door de benen heen. De Vries. Frans Bouwman. Moeilijke positie, dat kan haast niet. En wat wordt dat? Een corner, zegt Theo Boosten. De eerste voor Rotterdam Ahoy. Piet de Vries. Wilde koppen door het gat achterin. Was dat gelukt, dan was het een dubbelteller geweest. Hans Hooft. In een unieke situatie om een keeper uit te spelen. Hij benut die kans. U zag dat niet. Riedijk nog maar eens een keer. En dan van der Sluis. Hij wilde hem trekken op Riedijk, die goed meekwam. Zowel Van der Sluis als Riedijk. Het zijn spelers van de zaalvoetbalvereniging Voetbal International. Ik heb er een bijzondere band mee. Corner. Bal is nog steeds in het spel uiteraard. Nu misschien Jack Sumero, nee. Riedijk weer. Van der Sluis, hij neemt hem aan. Ja, Piet de Vries. Nee, dat kan niet. En dan een fel inkomende Arie van der Sluis en een goed keepende Sieswever die duidelijk pijn heeft. Erg dapper. Jan Smit. Hans Hooft. De toeter gaat en dat betekent dat er een time-out gaat komen. Atte Bouwma, die nog niet in uw beeld is. Nu wel, aan de rechterkant van het veld. Vrij langharig. Hij begeeft zich uiteraard naar Sieswever, die het erg moeilijk heeft. We gaan eens luisteren. Even een beetje gas terugnemen. Ja, het gaat even een klein beetje te veel voor allemaal. We hebben een paar goede kansen gehad. Ja? Mooi, hè? Heel goed voor rustig doorspelen, hè? Niet te snel. John, je gaat toch niet te snel gaan, hè? Dus zo kijken naar de bal. Naar de bal. De toeter is gegaan. Dat betekent dat het spel hervat zal worden. Als het even kan via een bal die uit de trechter boven de middenstip zal komen. Vrije trap Rotterdam Ahoy. Piet de Vries. Krijermaat. Piet de Vries. Bal over de doellijn en de derde corner voor Rotterdam Ahoy. Ze zijn zeer dicht bij die vierde en dus bij een penalty. Genomen de bal. Dat moet natuurlijk wel eerst gefloten worden. Piet de Vries is te vlug. Niet erg best genomen. Jack Sumero. Mogelijkheid om Hans Hooft aan te spelen of hij schiet zelf. En dat is natuurlijk een goal. Simpel gedaan. Onmogelijk te verdedigen praktisch. Het was een 2-1 situatie. Hans Hooft scoort 3-1.
Een verrassende ontwikkeling, ook eigenlijk wel een leuke ontwikkeling, dat Noord-Nederland zo goed uit de verf komt in dit minivoetbal. Dat hebben ze eigenlijk nog niet eerder gedaan in geen van de seizoenen waarin ze deelnamen. Arie van der Sluis, een andermaal in het kruis, dat wil zeggen tegen de kruising. En geen goal. Zit ze niet mee. Het wordt zeer terecht opgemerkt hier achter mij. Ze hebben pech. Jan Schipper in moeilijkheden. Lange paas die niet aankomt. Jan Bruijs naar Aad van der Laan. Renier Krijermaat. Het is niet de sterkste equipe die op dit moment in het veld staat van Rotterdam Ahoy. Als ik Noord-Nederland was, zou ik dat uitbuiten. Jan Schipper. Die zeer agressief speelt en ook zeer goed speelt. De nummer 3 en erg een goede knal van John de Hoop. Hij voetbalt bij Emmen. Nou, het spel wordt wat merkwaardig hervat. Omdat Aad van der Laan al een bal in zijn handen had. Slechte paas van Renier Krijermaat. Maar dat komt mede natuurlijk omdat Arie van der Sluis zich niet vrij loopt. Blijft in de dekking. Fenneke rolt in. Lange bal, Hans Ooft. Goed gedaan, Soumerou. En dan Henny Wering. Hij haalt al uit en wilde die bal, zo'n dalende bal geven. Dat lukte hem niet, u zag dat in beeld. Bruijs. En zwak gedaan. Hans Ooft, mogelijkheden weer. 3-1 situatie. Henny Wering, hij komt te ver aan de zijkant. En dit is de mogelijkheid om te scoren. Nee, en weer niet. Uitstekend wat Van der Laan daar doet, de keeper. Met kunst en vliegwerk, maar hij kreeg er toch steeds een hand tegen. Jack Soumerou en dan Hans Fenneke. Die paast op Arie van der Sluis. 1-1 situatie en een goede redding. Een goede redding van Zieswever. Het is wel de vierde corner die hij weggeeft. En dat betekent dat Rotterdam Ahoy een penalty gaat nemen. Piet de Vries is de man die hem gaat nemen, de nummer 7. Hij heeft erg vaak gescoord uit penalties. En dat doet het nu ook. De stand is 3-2. Omdat Pieter Vries deze stijgende bal schiet. Moeilijk te verdedigen door een keeper. Het is 3-2. Nog altijd in het voordeel van Noord-Nederland. Overtreding Frans Bouwman. Soumerou. Die goed voetbalt. Wering. Links staat Hans Ooft vrij. Krijgt hem niet. Althans nog niet. En dan moet Hans Fenneker in de sprint om een corner te voorkomen. Lukt hem. Hoofd. Schipper. Hoofd weer. Een boksbal, maar een borstbal was dat. Jan Bruijs neemt over. Piet de Vries. Trage opbouw, weinig beweging bij de spelers die de bal niet bezitten. Maar nu wel ruimte. De Vries, hij kapt. Oh, en dan is zijn eigen speler in de beurt. Maar bovendien een Noord-Nederlander. En dat is de eerste corner van de nieuwe serie voor Rotterdam Ahoy. Piet de Vries. Laat het gaan, zou ik zeggen, in zo'n geval. En je hebt de tweede corner alweer te pakken. Niet al te hoog om van Zieswever, die een corner weggooit op die manier. Het wordt een inrol voor Henny Wering. Mogelijkheden misschien voor Jan Bruijs nu. Oh, nee. Ja, dat was nou weer zo'n moment. Dit is tussen haakjes Frans Bouwman. Dit was nou weer zo'n moment dat we te veel aan creatieve bedoelingen had. En te weinig aan een efficiënte afwerking. Bruijs, daar gaat hij weer. Rotterdam moet werken. 17 minuten gespeeld tussen haakjes. Stand 3-2 in het voordeel voor Noord-Nederland. Het zal de Rotterdammers knap tegenvallen. Ik zei het al, enthousiast meelevend publiek. 7000 man zijn er ruim. Een record voor de eerste avond. Bouke van der Heijden schitterend gedaan. En dan faalt hij. De Vries. Bruijs. Frans Bouwman. En dan had er een kopbal moeten komen. Dat was ook de bedoeling van die paas van Bouwman. Maar Noord-Nederland neemt over via van der Heijden. Een ontzettende harde knal die ruimschoots de eerste ring haalt. En veel hilariteit veroorzaakt. Fenneker aan de bal. Het spel gaat door. Frans Bouwman. Henny Wering.
Goed geblokkeerd door Hans Venneker. Ik heb de indruk dat er wat conditieproblemen zijn bij Rotterdam. Dat was Riedijk die daartussen zat, weer in het veld. Tussen haakjes een jongen die lang in het veld kan blijven, ook omdat hij een voortreffelijke conditie heeft. Jan Schipper. Mogelijkheden misschien voor Hans Venneker. Hij heeft veel vrije ruimte voor zich. Maar het is alweer voorbij, omdat Jan Bruijs zichzelf niet inschakelt. Hij was maar net naast, maar wel naast. Dit was Hans Venneker, hij schoot. Wering. Boudy van der Heijden. Een jongen van de overzijdse gebiedsleden. Terschelling. Harry Riedijk komt er ook nog niet langs. Jan Bruijs. Hard. Niet aangeraakt door Dever. Het spel gaat door via Henny Wering. Hij is aan de bal. Lange en ook slechte paas. Als je mij vraagt, de enige vertwijfeling bij Rotterdam Ahoy. We zijn in de laatste minuut van de eerste helft terechtgekomen. Arie Riedijk aan de bal. Kan ineens het spel versnellen. Bruijs komt er niet echt langs. Bouwman was de bedoeling althans. Goed gewerkt daar door Henny Wering. Jan Schipper, voortreffelijk op dreef vanavond. Oh, een kopbal! Uit die redding van Af van der Laan scoort Boudy van der Heijden. Een dubbelteller en daarmee is de stand plotseling 5-2 geworden. In het voordeel van Noord-Nederland uiteraard. Een schitterende goal. Attent gereageerd van Boudy van der Heijden. En een erg gelukkige redding daar van Sieswever op dat afstandsschot. Het zoveelste van Arie Riedijk. Het publiek telt af, nog 6 seconden, 5, 4, 3, 2, 1. En dan is de zaak zo'n beetje bekeken. Nog 1 seconde. We hebben 20 minuten mini-voetbal achter de rug. Met een zeer verrassende ontknoping, voorlopige ontknoping uiteraard. Een 5-2 voorsprong voor Noord-Nederland. Vertwijfeling bij Rotterdam Ahoy, maar hoe dat allemaal verder gaat aflopen, dat zien we natuurlijk in de tweede helft. Vooralsnog gaan wij kijken naar de show en marching band Kunst en Beroepen uit Leiden. Aan hen in het woord, vanuit met de microfoon.
afmars. U heeft het allemaal in beeld gehad van de show en marching band Kunst en Genoegen. We gaan beginnen aan de tweede helft zo aanstonds van de minivoetbalwedstrijd Rotterdam Ahoy tegen Noord-Nederland. Verrassende stand 5-2. U weet dat allemaal natuurlijk nog erg goed. In het voordeel van Noord-Nederland. Toeter is gegaan. En dat betekent dat de beide teams naar de overzijde gecommandeerd worden. Voor de vliegende start. We hebben nog twee ballen zoals u ziet in de cilinder. En nog veel gelegenheid voor time-out. Dus dan zouden we ballen tekort komen. Arie van der Sluis van Rotterdam Ahoy aan de bal. Daar kom je nooit alleen doorheen, Arie. Drie man, dan moet je pasen. En die Wering. Zeer goed op dreef. Zeer ambitieus. Zeer sterk. Sumeru. Die bal is, dacht ik, nog niet in geweest zelfs. En die Wering. Erg hard, net naast. Renier Kreijermaat aangespeeld, 43 jaar. Kijk eens hoe die bal wordt doodgemaakt, schitterend. Kreijermaat weer. Hij is wel hard, maar niet zuiver genoeg. En die Wering overal te vinden werkelijk, voor en achter. En mij smaakt de uitblinker bij Noord-Nederland. Boudy van der Heijden. Goeie kapbeweging, maar toch niet te lang. Was iets te lang die beweging. Corner weggegeven en dus de derde voor Noord-Nederland. Geen goal. Hans Venneker aan de bal. Arie van der Sluis aangespeeld. Kreijermaat. Die aan de handrem trok, maar toch niet tot stilstand kwam. Arie van der Sluis. Onzuiver. Onzuiver. Had natuurlijk een lage paas moeten geven op de inkomende Arie van Arie Riedijk. Maar het plan ontbreekt een beetje bij Rotterdam Ahoy. Jack Sumeru. Hij kan pasen naar rechts. Wil die ook wel. Arie Riedijk aangespeeld. En nog eens een keer. Kreijermaat. Er is geen echte ruimte. Dat komt een beetje omdat Riedijk nu blijft hangen. Kreijermaat. Venneker. Wat paas in de breedte komen, denk ik, ja. Riedijk moet zichzelf inschakelen. En daar reageert andermaal Arie van der Sluis niet. Die we toch in het verleden erg fraaie minivoetbalwedstrijden hebben zien spelen. Maar die zijn dag niet heeft. Zijn avond niet. John de Hoop. Die altijd iets van dreiging in zijn spel heeft. Verwacht ik wel wat van die jongen. Jan Smit, een wat wilde poging. Corner. En dat is voor Rotterdam Ahoy de derde. Ze zijn evenals trouwens Noord-Nederland zeer dicht bij een penalty. Bouwman. Venneker. Riedijk. Ah, goede redding van Sieswever die weer erg veel pijn heeft plotseling. Riedijk is eigenlijk de enige die begrijpt dat Wever kwetsbaar is. Hij probeert het daarom met afstandsschoten. Het is geen corner, maar een rol. Bruis. Nu moet hij pasen naar Frans Bouwman. En nu moet de paas komen. En nu staat een corner. Het is de vierde. Dat betekent penalty voor Rotterdam Ahoy. Ik ben benieuwd wie hem gaat nemen. Andermaal Pieter Vries. Net scoorde hij wel. Maakte er toen 3-2 van. Van 3-1 naar 3-2. En nu kan hij er dus 5-3 van maken. Hij doet het. Hij heeft het gedaan. Sieswever is de geslagen man. Ik geef u de verzekering dat het niet meevalt om zo'n goaltje dat maar 3 meter breed is. Om dat te doorboren. Want als je ervoor staat is een goaltje erg klein. Als er een wat flinke keeper staat tenminste.
Arie Riedijk. Goed gedaan. Bruis. De Vries. Bruis weer. Ja, dat is een overtreding van John de Hoop. Is genomen. De Vries. Wat zeg ik? Riedijk uiteraard. Frans Bouwman rolt in. En dan moet Bruis opkomen. En als het ware de vierde aanvaller leveren. Dan heb je nu een keer meerderheid. Omdat de verdedigende partij nu eenmaal een aanvaller op de andere hand moet houden. Mogelijkheden misschien voor een goal van Frans Bouwman. Dat doet hij toch wel ongelooflijk fraai. Het is te vergelijken met zijn eerste goal. Toen hij 1-1 scoorde. Nu scoort hij 5-4. Ik heb sterk de indruk dat Rotterdam bezig is om zijn achterstand wat in te lopen. Ze gaan wat sterker voetballen. En we hebben minder creatieve momenten gezien bij Noord-Nederland. Frans Bouwman, 5-4. Jan Schipper. Je ziet trouwens vaak in midivoetbalwedstrijden dat er een kentering komt, hè, in zo'n spel. Erg hard van stapel gegaan Noord-Nederland en dat breekt ze een beetje op. De bal werd vastgezet als betrof het een veldvoetbalwedstrijd. Aad van der Laan aangespeeld. Piet de Vries. Hij houdt hem binnen, Jan Bruis. En hij neemt hem ook mee. Dat doet hij erg mooi. En dan nu moet er een goal komen, natuurlijk! Oh, wat een fraaie combinatie. Bruis, Bouwman, Riedijk. Riedijk scoort de gelijkmaker. 5-5. Ik heb u gezegd, dit is een combinatie die zeer sterk kan voetballen. Jan Bruis, creatieve voetballer. Bouwman, creatieve voetballer. En natuurlijk ook Riedijk, een zeer creatieve voetballer. Een zeer fraaie goal. 5-5 en dat alles na 8 minuten en 21 minuten. Wat zeg ik? 8 minuten en 21 seconden uiteraard. Ja, ik zie toch Rotterdam komen nu. Frans Bouwman, schitterend aan het goochelen. Oh, kijk toch eens even. Ja, goed gedaan. Goed gewerkt. Het publiek gaat achter Rotterdam staan. Dat was bijna een dubbelteller. Goed werk trouwens van Sieswever. Kijk eens hoe slordig dat wordt ineens. Dat is niet best gedaan. Noord-Nederland gaat heel duidelijk slordiger spelen. Schipper, die zo briljant was in de eerste helft, gaat fouten maken. Mogelijkheden voor een korte combinatie van de Sluis en Bruis, zoals ze dat ook vorig seizoen zo goed deden. Rotterdam Ahoy lijkt ontketend. Pieter Vries. Arie Riedijk, de man met de vele knallen en van de laatste zeer fraaie goal. Nu moet er aanvoer komen. Mogelijkheden weer van die Riedijk, de corner. Het is de eerste voor Rotterdam Ahoy van de derde serie. Arie van der Sluis gaat hem nemen. Buiten uw beeld nog. Mogelijkheden misschien voor Arie Riedijk, die bal toch onder controle krijgt. Jan Bruis. Een rare trap. Noord-Nederland dat eigenlijk te kennen geeft niet meer te weten hoe ze het hebben. Dat is een been vooruit en uiteraard een overtreding. Gevaarlijk spel. En dan bovendien te veel verdedigers. Dat is een vrije trap. Nee, niet te veel verdedigers. Het doel is beschadigd. Wat gaat weer? Doel beschadigd en de doelman beschadigd. In het ene geval een slijmbeursontsteking, in het andere geval een breuk in de paal, neem ik aan. Riedijk. De Vries. Riedijk weer. Geen ruimte voor Rotterdam. Maar daar gaat Riedijk wat aan doen. Kijk eens even. Nee, Piet de Vries kan hem niet aannemen. Bering. Schipper. Enthousiasme bij die ruim 7000 mensen hier in het Sportpaleis Ahoy. Bering weer. Ze komen er niet meer langs, Noord-Nederland. Dat komt ook omdat er natuurlijk veel beter gestoord en verdedigd wordt door Rotterdam Ahoy. En dan ook misverstanden die je natuurlijk krijgt als de spelers vermoeider worden. Ze zijn ook in het algemeen wat ouder bij Noord-Nederland. En dan een uitstekende dieptepaas. Krijamaat. Komt hij in de goede richting? Mogelijkheden misschien voor? Nee, nee. Van der Sluis kan die bal niet goed aannemen. Venneker. Komt er bijna langs. En dan is de goal. Ja,
valt ook. Hij scoort met het voetje door het gat achterin. Verdeker scoort 6-5. En dat betekent dat Rotterdam, naar ik meen voor het eerst in deze wedstrijd, de leiding heeft genomen. Wering. Weer Wering. Schipper. Wering weer. Oh, en dan een zware overtreding van Krijgermaat. Hij kan 2 minuten op de strafbank gaan zitten. Hier vlak voor mij. Daar komt hij. Hij vindt het niet leuk allemaal. En dit betekent natuurlijk een numerieke minderheid voor Rotterdam Ahoy. Ik ben zeer benieuwd of Noord-Nederland kans ziet om dat uit te buiten. Krijgermaat, deze Krijgermaat, 43 jaar oud, op de strafbank. Riedijk in een zeer fraaie solo. Fenneker, hij doet hetzelfde. En een Rotterdam Ahoy heeft alle tijd werkelijk. En dan moet zijn bal natuurlijk in 3 seconden genomen worden. En Riedijk die tijd trekt, wordt bestraft door Theo Borst. Hans Ooft gaat de vrije trap nemen. Terwijl Renier Krijgermaat enorm zit te kletsen op die strafbank. Wering. Van der Laan. Uitrol naar Riedijk. Die Fenneker in zijn buurt weet. En Arie van der Sluis. 3 veldspelers voor Rotterdam Ahoy. Van der Sluis die toch gaat aanvallen. Ik vind dat niet goochem. En Arie die niet in de gaten heeft dat hij wel mag verdedigen. Arie van der Sluis bedoel ik met Arie. Schipper, Wering. Het is typerend dat Noord-Nederland geen kans ziet om met z'n vieren tegen 3 Rotterdammers te scoren. Dan moet je powerplay spelen. Bruis gaat dat kennelijk doen in zijn eentje. Hij komt er langs en hij scoort niet. Maar het was erg fraai wat hij deed. En het kost uiteraard tijd. Krijgermaat die daar zit te popelen op die strafbank. Die vraagt zijn die minuten nou nog niet om. Hij wil er recht op. Of hij moet recht in. Maar nu pas mag hij eindelijk gaan. Krijgermaat is terug. En Bruis heeft de bal. En Riedijk heeft nu de bal. Oh, wat slecht is dat Jan Bruis. Ja, goed werk van Riedijk. En nu moet er gepaasd worden. Fenneker is erbij. Hij kan hem krijgen. Dat had natuurlijk Riedijk niet moeten doen. Oh, wat kan die fantastisch voetballen. Open doekje van het publiek. Maar het moet natuurlijk doelgericht blijven, zeg ik dan maar even. Want het is een van mijn eigen spelers. Jan Bruis. Riedijk. En dat bedoel ik daar nou mee, als ik zeg het moet doelgericht blijven. Fenneker. 14 minuten en 33 seconden gespeeld. Stand 6-5 voor Rotterdam Ahoy. Dat blijkbaar toch gaat winnen. Riedijk. En dat vertoon van technisch vernuft, dat levert allemaal een open doekje op voor Arie Riedijk. Grote paniek naar mijn smaak voor Noord-Nederland. En in het bijzonder bij deze man Jan Smit. Hij is hem kwijt en nu moet Frans Bouwman steun krijgen. Wat gaat er gebeuren? Krijgt hij dat door? Nee! Maar hij heeft nog een mogelijkheid en nog een misschien. Ja! Frans Bouwman die na 3 pogingen eindelijk scoort. Bouwman scoort door Rotterdam Ahoy. 7-5. Geen Noord-Nederlander die de moeite nam om hem aan te vallen. Erg zwak verdedigd van Noord-Nederland, maar het is wel 7-5 via Frans Bouwman voor Rotterdam Ahoy dat blijkbaar een winnende wedstrijd speelt. Opnieuw Bouwman. En dit moet natuurlijk eigenlijk een goal zijn, hè? Maar goed verdedigd van Sies Wever. En zo dan, geen goal. Goed gedaan van Krijgermaat, goed verdedigd van Noord-Nederland. Bouwman, nu moet de paas komen, een goal! Schitterend opgezet, Frans Bouwman de paas en Rijmje de Krijgermaat.
5 scoort. Kremer, 43 jaar oud, hij scoort 8-5 voor Rotterdam Ahoy. Uit die schitterende combinatie met Frans Bouwman. En Noord-Nederland, dat we eigenlijk de hele tweede helft niet meer gezien hebben, dat is blijkbaar radeloos. Verder aan de bal. Bouwman. Die individueel erg veel kan. En jij veel succes met dit... met deze uiterst trage, merkwaardige solo. Piet de Vries. Het wordt geen goal. Schipper, die ook al niks meer terug kan doen. Ik vind het wel een beetje sneu, eerlijk gezegd, van Noord-Nederland. Want ze hebben zo'n voortreffelijke eerste helft gehad. Maar zijn volslagen van de koop, uitgevoetbald. En Atte Bouwma, de coach, ziet blijkbaar geen kans om maatregelen te nemen. Terwijl hij wel degelijk recht heeft op nog een time-out. Sieswever, die geen probleem heeft met zo'n balletje. ABC. Gimero, die ook al niet langskomt. Gimero, die typische voetballer is. Oh, fantastisch knal van Henry Meer is dat. 8-6 en daardoor komt Noord-Nederland toch weer een beetje dichterbij. Maar het is typerend voor dit Noord-Nederland dat het via zo'n afstandsschot moet scoren. Combinaties zien we niet meer bij de Noordelijke. Heel duidelijk. Sumeru. Nou, dit moet natuurlijk een goal zijn. Harry van der Sluis. Diepe paas van Hans Venneker. Voortreffelijke paas. En dan van der Sluis die er 9-6 van maakt. Kansloos is Sieswever. Misschien ook gehinderd natuurlijk door die blessure waar ik het al enkele malen over heb gehad. Rotterdam speelt een gewonnen wedstrijd. Een situatie van 1-1 en misschien nu de mogelijkheid voor... Oh, wat neemt hij die fraai aan. Bruis. Nee, het is voorbij. En een overtreding van Bruis, zegt Kees de Bruin. Ik zag eerder een overtreding van Sumeru, maar... Alla. Brede paas, Smit. Veel te wild, bal uit. Arie Riedijk in het veld. Goed gedaan van Bob Jansen, de coach van Rotterdam. Om Riedijk in het veld te zetten. Hij kan een bal bij zich houden. En houdt dus het spel onder controle. Bruis. Slecht. Goed, Venneker. Voortreffelijk gewerkt. En nu moet de paas komen op Van der Sluis. En dit is slecht. Oeh, fel ingekomen op deel van Sluis. Van der Heijden, Ooft. Het is alweer voorbij. Het is, zo'n combinatie is typerend voor Noord-Nederland. Het is voorbij. Riedijk heeft de bal. Wat gaat hij doen? Goed gedaan. 2-4 man. En hij komt erdoor. Is dat een corner? Ik geloof het niet. Kees de Bruin beslist anders. Een inrol uiteraard voor Sieswever. Claudie van der Heijden. Moet pasen. Hij schiet. Niet zo slecht gedaan. Piet de Vries. Aan de linkerkant is Reinier Krijenvaat met een enorm vrijveld voor zich. Hij zou tempo moeten maken. Hij doet dat ook wel via Frans Bouwman. Oh, wat een kans, wat een kans. Dat mag toch niet. Oh. Het publiek telt af, het is bekeken. We zijn in de laatste seconde. Sterker nog, de wedstrijd is voorbij. En Rotterdam heeft een 9-6 overwinning behaald. Ik vertel nog even wie de goals gemaakt hebben. Wering voor Noord-Nederland 1-0. Bouwman 1-1. Smit 2-1 voor Noord-Nederland. Over 3-1 zelfs. Pieter Vries via een penalty 3-2. Van der Heijden een dubbelteller 5-2. Dat was de ruststand. Dan Pieter Vries weer een penalty 5-3. Frans Bouwman 5-4. Arie Riedijk, de grote man bij Rotterdam Ahoy, 5-5. Venneker 6-5. Vervolgens Frans Bouwman, die zeer fraai gescoord heeft, 7-5. Krijermaat 8-5.
Wering met het afstandsschot 8-6 en Van der Sluis tenslotte 9-6. En daarmee was de overwinning van Rotterdam Ahoy bekeken. En de nederlaag uiteraard van Noord-Nederland dat tussen haakjes een voortreffelijke eerste helft heeft gespeeld. Wel, dit was minivoetbal vanuit Ahoy. De volgende uitzending die u te zien krijgt gaat plaatsvinden op 30 oktober op Nederland 2, 20 over 9. Dan kijkt u naar Utrecht tegen het militaire team. Goedenavond vanuit een enthousiast Sportpaleis Ahoy in Rotterdam.